Ik ben Helder Burgers, OR-lid van de gemeente Capelle aan IJssel. Naast mij zit Gert Prins, hij is onze voorzitter. Wij zitten in deze omgeving omdat deze bedrijfskantine voor de gemeente Capelle een beetje het hart van de organisatie is. Hier komt iedereen eten, hier komt iedereen vergaderen. Iedereen komt hier. We zitten hier ook omdat er ook gelegenheid gegeven wordt om vergaderingen hier te beleggen. Een open ruimte, dus iedereen hoort dat. En ik ben van mening dat onze organisatie ook een open organisatie behoort te zijn en is zeker voor 80% een open organisatie. We hebben een hele goede relatie met onze boordbestuurder. Hij staat open voor alles. We denken met hem mee. We geven hem ongevraagd advies, gevraagd advies. En hij vindt, hij is voor een open OR. En dat laat hij ook duidelijk blijken in de vergaderingen. Hij is gewoon een hele fijne man om mee te werken. Voorbeeld bijvoorbeeld, de ondernemingsraad wordt al heel snel betrokken bij zaken die van belang zijn voor de organisatie. Op HRM-gebied, op arbo-wetgeving. Dan mogen wij al direct erbij zijn en meepraten over bepaalde zaken. Dus we zitten eigenlijk al gelijk aan de knoppen. En dat vind ik persoonlijk heel fijn, omdat je dan ook invloed kan uitoefenen. Je hebt iets te zeggen over wat jou aangaat. En wat de organisatie aangaat. En dat vind ik persoonlijk heel belangrijk. Als je gewoon werkzaam bent in deze organisatie, dan je ziet je werkplek, je ziet je unit en meer zie je niet. Ja, zijdelings in grijze gebieden. Maar op het moment dat je in de OR zit en je met allerlei zaken bezig bent van allerlei andere afdelingen, dan in één klap ga je heel breed kijken en het is niet alleen maar je eigen unit, maar het is de hele organisatie. En dat spreekt mij gewoon heel erg aan, dat je daar gewoon heel duidelijk mee bezig bent en je er zoveel van leert over je eigen organisatie. Als je nieuwsgierig bent, dan wil je in de OR. Dat zit dan in je genen volgens mij. Als je gewoon al van nature nieuwsgierig bent, dan wil je ook meer weten van de organisatie waarin je werkt. En niet alleen het plukje werk wat je achter je bureau doet en wat afgebakend is. Maar dan wil je juist over die grens heen. En dan wil je juist met je andere collega's samenwerken om zo goed mogelijk iets teweeg te brengen. En ik ben van mening dat je dat in de ondernemingsraad met je nieuwsgierigheid en je enthousiasme echt goed kan volbrengen. Beste ondernemingsraad van Capelle aan de IJssel. Het is altijd moeilijk om voldoende aanmeldingen te krijgen voor de verkiezingen. Dus wat ik concreet van jullie graag zou willen weten is hoe jullie het voor elkaar gaan krijgen om voldoende aanmeldingen voor de verkiezingen te krijgen, zodat er ook daadwerkelijk een verkiezing plaats kan vinden. Als antwoord op de vraag van Stadsbank Oost, wat doen wij om leden te werven? Wij gaan mensen persoonlijk benaderen, dat is het allerbelangrijkste. Wij gaan met korte kreten gaan wij de mensen prikkelen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon echt persoonlijk benaderen van joh, zie jij het zitten, kom jij, kom in ieder geval ook eens kijken. En kijk wat het betekent. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. De vraag van de ondernemingsraad van de gemeente Capelle aan de IJssel aan de gemeentesecretaris van Steenbergen is: hoe denkt de gemeentesecretaris van Steenbergen het personeel te stimuleren om zich kandidaat te stellen voor de ondernemingsraadsverkiezingen van 26 maart aanstaande? Alsjeblieft.